In deze aflevering gaan twee professionele coureurs samen met elkaar de strijd aan in een drietal challenges. Een challenge waar snelheid, wendbaarheid en inzicht allemaal samenkomen. En de eerste coureur is Max Vils. En de tweede coureur is Jack van der Ende. En de regels zijn eigenlijk heel erg simpel. Degene die alle challenges het beste weet uit te voeren, die neemt uiteindelijk de prijs mee naar huis. Let the challenge begin. Dan is het nu tijd voor de allereerste challenge, de noodstop. Nou, wellicht weten we al wel dat een elektrische auto ook helemaal uit zichzelf tot stilstand kan remmen om alle remenergie weer terug te winnen in het accupakket, maar daar gaat het vandaag niet om. Mannen, als we achter ons kijken zien we twee BMW i4's al in het remvak staan. Maar we willen zo dicht mogelijk tegen deze rode pionnen aanremmen. En degene die dat de drie keer het dichtste bij je weet te doen, die gaat uiteindelijk de challenge winnen. Maar als je een pion raakt, ja, dan ben je gelijk gedisqualificeerd voor die ene ronde. Weten jullie al wie van jullie de snelle gaat pakken? Nou, pak aan. Pak jij maar. Nou, hartstikke goed. Heel veel succes. 3, 2, 1, go. Oh. Ah, dat ding voor jou gaat hard hoor. Yes! Woe! Oh, jongens toch. Blijf jij maar later. Nee. Nou, Max, stap even uit. Kom eens kijken. Kom eens kijken. Dit is wel een beetje hoe we het willen zien, hè? Dit is helemaal goed. Ja, die is mooi. Kijk, fantastisch. Ja. Kijk, dit zijn de centimeters, hè? Ja. Nou, kan nog een paar centimeter. Ja, we hoeven niet te meten, ja. Max. Dat nee, hoeft niet. Nee. Hebt hij hem weer? Ja, dag. Nee, dat klopt niet. Nee. Nee, dit is niet waar hoor. Nee. Ik heb al gewonnen! Ik zet er niet tegenaan. Nee. Maar dit is wel gewoon 3 meter, hè, Jack? Ja, dit is slecht. Maar jij was slechter. Oh. Dit is wel het idee, hè? Dit idee. Maar het grappige, je redde best wel mooi. Daarna schoof je toch nog een heel stuk door. Ja, is ABS te lang. Ja. We gaan driften. Yes. Gaaf. Met de BMW i4 e-drive 40. Helemaal 8 uur aangedreven. En de tractiecontrole die kan dus nog 100% uit. Nou, de challenge is dat we zo meteen de baan oprijden. En dan vanaf die rode pionne die daar staat, mag je even het rondje afmaken. En vanaf daar zet je de drift in. En dan gaan we proberen een heel rondje te driften. En wanneer je deze pionne op een gegeven moment weer kruist, ja, dan is het rondje geslaagd. We krijgen allebei wederom 3 pogingen. En dan gaan we eruit beoordelen, ja, wie van jullie het beste heeft gedaan. Klaar voor? Klaar voor. Succes, man. Jij ook, jongen. Wat goed dit. Nou, veel plezier. Stap in. Ja. Nou, had hij weer grip, hè? Ja. Telt niet. Hij is niet echt een drift, hè? Nee. Deze tellen we niet, hè? Nee. Hier is de pen naar buiten. Het is wel beter. Het is beter. Oeh. Kijk, hij moet geen grip pakken, het is vanaf hier een beetje lastig te zien. En nou moet hij, gaat hij te wijd, komt hij op het afstand. Ja, geen grip. Oh, te wijd. Het is echt zo, je hoeft gewoon forceren. Ja. Nee. Oh, nee. Oh, nee. En nu dan? Ja. Hoe gaan we nou doen? Oeh. Ik denk dat we al een kampioen hebben. No! Oh, ja, velgschade. Ja. Oh. Nou. Wat zeggen we? Ja, het is wel leuk. Ja. Nou, zet hem op. Succes. Ja. Nou, een klein beetje vuur ervoor. Nu wordt het spannend. Ja. Nu wordt het glad. Ja. Nee. En door. Oef. Nu moet hij hem goed houden, want eigenlijk had hij daar dus met 4 wielen gaan grippen. Ja. Dus dat telt niet.
één rondje. Kijkt veel te ver naar buiten, zie je? Dan gaat hij daardoor gaat hij hier wijd. Ja, hier moet hij binnen. Ja, shit, dit gaat hem wel worden. Ja. Oh. Nee! Ja! Hij was goed! Dat is hem! Dat was hem! Spectaculaire finish! Twee pogingen en een spectaculaire finish! Nou, netjes gedaan hoor, hartstikke mooi, goed! Mooi man! Complimenten! Ja. Ja, je kreeg drie keer de kans en binnen twee keer... Heb je hem gewonnen? Ja, ja, dat zag je toch al gelijk hè! Wat is dit joh! Nou mannen, we gaan een slalom rijden met een 544 pk sterke BMW i4 M50. Klinkt wel redelijk goed, toch? Zeker. Mooi zo. Raken we een pionnetje, 5 strafseconden. Dan maken al die pk's niet meer uit, want je gaat het gewoon nooit meer goed rijden. Wie gaat er beginnen? Ja, Jack? Ja. Nou, let's go. Veel plezier. Succes. 3, 2, 1, go. Yes, hij loopt. Dat is wel mooi. Oh, dat was jammer. Nee. Eigenlijk willen we dat hij ze raakt. Gaat hij nou helemaal naar links? Nou, nee. Dat is nog steeds een meter. Hè? Dan kan je zelf dat nog gewoon helemaal door me heen rijden. Ja. Een beetje op het stuur al. Gaat hij het halen? Houdt. 22, 69. 3, 2, 1, go! Oké, dank je wel. Nou, dan gaan we het meemaken. Hij is niet uitgebroken hier in het begin. Dat is ook wel leuk. Ja. Daar een klein beetje. Te weinig. Oh, die is wel mooi, mooi, die is heel mooi. Maar hier heeft hij dit zo'n afremmoment aan het einde van de bocht. Kom, gooi hem dwars, gooi hem dwars. Ja! Oh! Hé, hoe dan? Ah! Hoe dan? 22, nee. 50, rond, je gaat sneller. Hatsaté, dat doen we zo. 3, 2, 1, go! Oh, maar dat maakt niet heel veel uit, hè? Nee, ik denk het ook niet. Hij kan nog een meter verder naar links. Easy. Maar ja, dit is wel prima. Hij breekt hier niet uit, dus wellicht. Kijken naar de rempunt. Oeh. Ja, toch. En? Dat kan toch niet? En? Hey! Oh, shit. Dat man. Ho. 21,9. Ja. Hoe dan? Ha! Nee, dat kan niet. Dat kan echt niet. Drie, twee, één, go! Ja. Ja, deze is. Ja, maar daar denk je, ik kan harder. Ja, dit is wel netjes. Ja. Langzaam het rijden. Ja! Dat is de 27 seconden en 31 honderdste. Wauw, wat een tijd. Nou ja, hebben we best wel goede tijden neergezet. Helaas, een pionnetje toch geraakt aan het einde. Ja, ik moest. Hè? Ik moest onder die tijd komen. En ik denk, ik neem alle risico's die er zijn. Het is alles of niets. En toch het pionnetje. En that's the spirit. Ja, zo is het. Jack, je had een fantastische tijd. Hè? 21,9 had je neergezet. Maar alle zeilen bijzetten om dat te verbeteren. Nou, wellicht was het gelukt. Maar ja, helaas de pion. En dan komen er 5 seconden bij. En daarmee heb jij vandaag de tweede prijs gescoord. Ja, dankjewel. Nog steeds de tweede plaats. Dus ja, het is bijna mijn hart. Dat is steeds klopt. Ja, de tweede is gewoon echt goed. Ja, van de twee heel goed. Ja. Ja, Jack, en jij gaat er met de eerste prijs vandoor. Gefeliciteerd. Ik geef een applaus waard. Zeker. Ja. Terechte winnaar. Als je nou meer wil weten over die BMW i4, kijk dan zeker de volgende video en dan gaan we allerlei dingen over die nieuwe auto uitleggen.